Kak, schuur, klip, klip. Kak, schuur, klip, klip. Kak, schuur, klip, klip. Kak, schuur. Plak, schuur, klip, klip. Plak, schuur, klip, klip. Plak, schuur, klip, klip. Plak, schuur. Ja, welkom bij Inimini's Knutselclub. Vandaag gaan we van deze papieren bordjes gaan we hele leuke maskers maken. Een clown of een beest. Oh wauw, ja, ik wil een clown. Nee, Innie, ik wil een clown. Tommy de clown wordt het. Oh ja. Ja, ja, ja. Maar omdat gaatjes knippen met een grote schaar heel gevaarlijk is, is hier mijn assistent Elvan. Dat is waar, Innie. Dankjewel. Ik heb alvast twee gaatjes geknipt voor de ogen en de rest mogen jullie zelf doen. Je kunt verf of gekleurd papier gebruiken. En van draadjes wol kun je haren maken. Oh ja, oh, leuk! Ja, ja, ja. De mijne wordt heel grappig. Oh, en de mijne wordt heel mooi. En de mijne wordt heel eng. Ik help jou, Purk. Ja, voor Purk. Aan het werk! Aan het werk! Ik zeg twee bieren, broodjes smeren. Oh, wat was zo mooi. Klaar! Kijk dan, kijk dan. Oh ja, leuk Tommy. Zo, ik ben clowntje Tommy. Een clowntje om te lachen. Ja, leuk. Ja, is die goed? En ik ben een leeuw. Brul, brul. Hé, wat zie ik daar? Een lekkere muis. Muis? Nee, ik ben geen muis. Ik ben een olifant. Pepe Wij zijn de beer. Beer? Welk bier? Van ik zag twee bieren, broodjes bieren. Oh, ja, die bieren. Oh, het was een wonder. Wat een wonder. Tot de volgende keer bij Inimini's Knutselclub. Ik ben klantje bier. Een klantje om te lachen. Plak, schuur, klip, klip, plak, schuur, klip, klip, plak, schuur, klip, klip, plak, schuur, plak, schuur, klip, klip, plak, schuur, klip, klip, plak, schuur, klip, klip, plak, schuur. Welkom bij Inimini's Knutselclub! En vandaag knutselen we een vaas. Oh, een vaas! Ja, assistent Elvan? Laat maar eens even zien wat we allemaal nodig hebben. Dank je, Innie. We hebben nodig een potje, rietjes, een schaar en elastiekjes. Oké. Nou, je doet het elastiekje om het potje heen. Zo. En de rietjes ertussen. En als de rietjes te lang zijn, dan knip je gewoon een stukje af. Oh ja. Elvan, mag ik roze rietjes? Want ik wil een roze vaas. En ik wil allemaal verschillende kleuren graag. Net als de regenboog. Oké, komt eraan. Aan het werk! Ja. Aan het werk! Zo. Klaar! Klaar! Ja. Zo, nou. En dan vraag ik straks of ik een paar bloemen mag uit de tuin van Sien. En dan zet ik die lekker in mijn eigen vaas. Nou, ik niet. Ik zet mijn veren erin. Zo. En ik zet mijn vlaggetje erin. Oh ja. Wauw, tof. En Elvan, wat zet jij in jouw vaas? Mijn vaas wordt een bewaarpotje voor rietjes. Ja. Ja, nou, tot de volgende keer dan maar weer bij Inimini's Knutselclub. Ja, plak, scheur, knip, knip, plak, scheur, knip, knip, plak, scheur, knip, knip, plak, scheur. Welkom bij Inimini's Knutselclub. En vandaag knutselen wij slingers. Wauw, ja, feest. Ja, leuk. Ja, assistent Elvan, wat hebben wij allemaal nodig? Dank je, Inimini. We hebben nodig strookgekleurd papier en lijm. Dat is alles. Een slinger maken is echt heel gemakkelijk. Je pakt een strookpapier. Je doet een beetje lijm erop. Je maakt een rondje.
En dan pak je nog een gekleurd strook papier, een andere kleur. Die doe je erdoor. Dan maak je nog een rondje. Ja, en zo kun je dus heel lang doorgaan. Ja, ja, veel 100 miljoen jaar. Ja, ja, Pino. Aan het werk. Ja, aan het werk. Ja, ja, maar Elwan, waarom maken we die slingers eigenlijk? Is er iemand jarig of zo? Ja, er is iemand jarig. Oh. Nou, ik niet. Nee, ik ook niet. En ik ook niet. Nee. Maar is Sien soms jarig? Wie is er nou jarig? Wie? Ik ben jarig. Wow. Echt waar? Elwan, lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de glorie. Ja, in de glorie. Ja, in de glorie. Ja, en is zo, dit was het dan weer. Inie Minis Knutselclub, tot de volgende keer. We vinden het alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. Pak ze, klip, klip. Pak ze, klip, klip. Pak ze, klip, klip. Pak ze. Plak, scheur, knip, knip. Plak, scheur, knip, knip. Plak, scheur, knip, knip. Plak, scheur. Welkom bij Inie Minis Knutselclub. Ja, en vandaag knutselen we een ketting. Huh? Stom zeg, nee. Nee, dat is juist leuk. Ja. En mijn assistent Elvan, die vertelt ons wat we allemaal nodig hebben. Dank je, Inie. We hebben nodig verf, pennerigatte en touwtje. Pennerigatte? Wat is dat, pennerigatte? Pennerigatte. Pino, dat is macaroni. Oh. Oké. We gaan pennerigatte één voor één kleuren met verf. Mm-hmm. Kijk. Zoals deze. En als je genoeg hebt, dan rijg je ze aan het touwtje. En zo heb je een ketting. Oh, kijk. Ja. Oh, ik ga ze roze verven. Ja, dat vind ik mooi. Roze macaroni. Zinnen met katten. Ik vind een ketting stom. Ik wil geen ketting. Oh. Nou ja, dan geef je het toch aan meneer Aard of Sien? Huh? Ja, of aan mij. Echt niet. Oh. Nou ja. Aan het werk. Aan het werk. En nu nog een knoopje in het touwtje. Tada! Wauw! Oh, mooi! Mooi hoor! Mooi! Hé, hey, kijk! Klein! Ja. Oh, mooi Pino! Mooi. Nou, ik... Zo, ik ben ook klaar! Wow. Mooi hè? En Tommy? Nou, ik vind hem toch wel mooi. Ik hou hem gewoon zelf. Kijk dan, ja. Kijk dan. Mooi. Kijk dan. Mooi. Ja. Mooi. Pak ze, klip, klip. Pak ze, klip, klip. Pak ze, klip, klip. Pak ze. Plak, scheur, knip, knip. Plak, scheur, knip, knip. Plak, scheur, knip, knip. Plak, scheur. Ja, en welkom bij Inie Minis Knutselclub. En vandaag knutselen we een rammelaar. Ja, dat is voor baby's, zeg. Voor puur. Nee. Deze rammelaar is een muziekinstrument. Echt heel erg leuk, hè, assistente Elvan? Wat hebben we allemaal nodig? Dank je, Inie. We hebben nodig ongekookte rijst. Wc-rol? En zou ik schaar? Kijk eens. Aluminiumfolie? Die is ook goed. En ik heb een lange lijm. Duim. Gekleurd papier? Stil nou even. Plakband. Huh? Jongens, stil nou even. Oh. Elwan, ga door. Ja, dank je, Inie. Kijk, het gaat zo. Eerst moet je één kant van de koker dichtmaken. Zo doe je dat. Ja. En die plak je weer vast met plakband. Oh, ik ben niet zo goed met plakband. Nee, maar ik zal jullie helpen, want daar ben ik namelijk heel goed in. Oké. Goed zo, Elvan. Zo. En dan doe je wat ongekookte rijst in de koker. Niet te veel hoor. En dan maak je de andere kant weer vast. Zo. Kijk.
Voilà. Ja, maar mogen we ook nog een kleur papier om te versieren? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Aan het werk. Ja. Aan het werk. Kleur. Kleur. Ja. Oké, en nu we klaar zijn, houden we een optocht door Sesamstraat. Ja. Ja. En dit was het dan weer. Tot de volgende keer bij Illy Billy's Knutselclub. Ja! Praxuur, klip, klip. Praxuur, klip, klip. Praxuur, klip, klip. Praxuur. Praxuur, klip, klip. Praxuur, klip, klip. Praxuur, klip, klip. Praxuur. Welkom bij Innie Minnie's Knutselclub. En vandaag knutselen wij een lantaarntje. Een lantaarntje? Ja. Lieve assistente Elvan, wat hebben wij allemaal nodig? Dank je, Innie. We hebben nodig een jampotje. Schaar. Vaccinelichtje. Lijm. Stickertjes. En andere mooie plaatjes. Oké, okay, jullie krijgen allemaal één jampotje van mij. Ja. Ik heb een potje met vet, rettiketet. Al op de tafel gezet. Rettiketet. Ik heb een potje, potje, potje. Even stil. Heel. Oh, sorry. Ja. Elvan? Dank je, Innie. En hier komen de mooie plaatjes. Elvan, heb je bloemetjes? Ja. En mag ik die racemotors? Wauw. En dan wil ik sterretjes. Ja. Oké. Okay. Aan het werk! Ja, aan het werk! Zo tof zeg. Klaar! En nu allemaal ogen dicht. Handen voor je ogen. En niet stiekem kijken. Oh ja. Oh, okay. Handen voor je ogen, Purk. Spannend. Jij ook niet, Pino? Zo, nu mogen jullie kijken. Wauw! Nou, dat was het dan weer. Innie Minnie's Knutselclub. Tot de volgende keer. Mooi, die van jou zo. Wauw, die van jou. Vandaag hebben we ook een hele speciale gast, meneer Aard! Ja, een vlag is niet zomaar iets, hoor. Een vlag is iets bijzonders, iets officieels. Ja, en die gaan wij dus maken. Assistente Elvan, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, voor de stok kunnen wij gebruiken een satéprikker of een keukenrol. Ja, of kijk, een bezemsteel. Wauw, ja, dat is goed, Pino. En voor de vlag kunnen wij ook van alles gebruiken. Ja, een zakdoek of een oude lap of een krant. Ja, of een theedoek. Ja, of een keukenrol. Ja. Mooi. En die maak je dus vast aan elkaar, hè? Ja, maar kijk, een vlag maken, dat is vakwerk, hè? En wat jullie maken, dat is geen vlag, hoor. Nou, dat maak je dus vast aan elkaar met een plakband of een wasknijper. Of je vraagt je moeder of ze er voor jou wil vastnieten. Oh, ja, nieten. Aan het werk! Aan het werk! Mooi, Aard. En wat vindt onze vlaggenspecialist hiervan? Nou, jullie hebben wel erg goed je best gedaan, maar we moeten ook heel eerlijk zijn, hè? Oh. Dit zijn geen vlaggen. Huh? Nee. Een vlag is pas een vlag als hij hoog in de lucht wappert. Oh, nou, dus een vlag moet je kunnen hijsen. Ja, kijk. Ja, is dat nu een vlag, Aard? Nee, kijk. Oh. Dit zijn geen vlaggen.
Een vlag is veel meer dan een stuk stof aan een stok of zo. Een vlag, dat is iets bijzonders. Dat is iets officieels. Daar wil je iets mee zeggen. Dan zeg je, lang leven de koningin. Of je zegt, die maan is van ons. Of dat land is van ons. Nee, het is echt geen vlag, hoor. Spijt me dat ik het moet zeggen, maar het is niet anders. Oké, jammer. Aha, hier is het feest! Al die prachtige vlaggen. Ja, ik wist gelijk waar ik moest zijn. Kijk eens even. Nou,